Welkom in deze nieuwe video van Pols. Dat is echt koud. Niet een klein beetje zelfs, het is echt koud. Dus ja, het is vreselijk koud eigenlijk. Maar we gaan de zak uitzetten. Dus ik heb mijn zaklampje bij. Dus zodat je mij beter kunt zien. Dus voilà. Je ziet echt, de rook komt echt uit mijn mond. Het is echt koud. Ik weet niet hoeveel graden er buiten is nu. Maar het is pikke koud. Je ziet eigenlijk alleen maar die rook hier niet. Ik ga proberen mijn gezicht. Je ziet me terug. Dan lijkt het op. Kijk, als je dat ziet met de lamp. Hoe koud dat is. Echt. Het is echt niet te doen. Dus. Rijzig Muffin zijn medicamenten geven. Die krijgt je hem straks. Dus. Maar het is wel een goede zaklamp. Als je ziet hoe ver we kunnen kijken. En, het is wel goed. Ja, normaal is voor op de fiets. Maar dacht ik het even gebruiken voor zo. Want ja. Voilà, we zijn weer al terug. Waar we al moeten zijn. Extra koud is het ondertussen. Dus niet normaal. Oh. Dus ja, we hebben... dus maar Blauwzak moest buiten, dat was alles, dus dat is goed voor mij geregeld eigenlijk om alles buiten te doen eigenlijk. Dus echt, je moet zien, die staan er nog steeds op, hè. Maar zolang het niet regent staat, die is er nog op. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Dat is ook wel goed gezegd. Heel kei donker buiten, dus dat zie je, dat is wat ik zie. Als ik niet schijn, hè. Dus ja, vandaag is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Ik heb bijgeslapen eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Ik was echt heel moe. Dus ja, en ik heb ook nog in mijn vingers gesneden. Dus voor de rest, wat dan mee, wat kan ik wel de auto geven. Lampje gaat echt heel ver. Maar het is echt niet te doen. Dus, maar het was leuk op school, we hebben leuke dingen gedaan, dus voornaamste. Natuurlijk niet, ja, twee keer naar school, dus twee keer, want het is ook zeggen dat het heel moeilijk is om te vloggen soms. Want ja, je komt dan thuis en dan begin je pas eigenlijk aan alles en nog wat, dus het is soms niet heel gemakkelijk eigenlijk. Dus, ik ga dat doen. Dus, ja. Maar ik ben wel blij dat de blauwe zak buiten staat, ik ga nu terug naar Mitzi. Dus, Mitzi zit hier niet, hè. Ik ga er naar een live voor over dat bekijken, want voordat ik dat mensen ook denken dat het bij mij is, dat is het niet. Ik ga het wat doen. Voor de binnenkort vlog voor Halloween. Ah ja, Halloween is al gepasseerd. We zijn te laat om Halloween te vieren. Betrapping. Daar zit ze dan. Zie je ze? Muffin zal je niet opzien, want Muffin is nog ziek. Die kan ook naar buiten, want niks is. Wel grappig. Een grote jongen al, hè. En een grote meid eigenlijk, want het is een meisje. En snuffel wat inkt. Eten patant genoeg, ze. Dat is het probleem, nee. Dat is echt koud.
probeer dat beest dan binnen te krijgen. En dat beest gewoon niet naar binnen. Dat is echt erg. Het is echt... Is die zo leuk? Ja, als ik niet schijn, dan zie je die dus niet zitten. Dus... Hey, mijn Finn, snuffel. Bedoel ik. Gedaan met de spalletjes. Zo, het is mij gelukt om haar binnen te krijgen. Ja, dat is gelukt. Hier zit ze dan. Kom je nog een paar dingen halen. Voor bij het kerstgift te zetten. Want ja, Sinterklaas mag naar boven natuurlijk. Dus dan kunnen we maar beter. Kerstman en zo naar beneden halen. Dus. Snuffel, is niet waar. Beter het kerstgift. Naar beneden zetten. Ja. Goed, dan gaan we dat doen, hè. De kerstgrief. Naar beneden zetten. Ja. We hebben hier nog heel veel om buiten te zetten. We gaan eens kijken voor de kerstman. Die staat daar. Dus die gaan we naar beneden halen, hè. Dat is wel een beetje koud buiten. Ik weet niet hoeveel graden het buiten eigenlijk is, maar... Het is zeker niet om... Ja, ze kan er tegen, hoor. Ze is kijk, op haar pootjes terecht te komen, hoor. Een stunt konijntje, die kan er tegen. Ja, konijnen kunnen springen, dus... Is er geen probleem aan, hè. De mensen denken... Oh, er is niks aan de hand, dus we nemen onze kerstman mee naar beneden. En deze. Kom, snuffel. We gaan terug naar home. Weer home. Naar beneden. Dus ga ik even kerstmaal van de trap gooien. Zo, die kan er tegen. Maar ik moet straks snuffel er gaan beneden pakken. En ik kan niet alles tegelijkertijd naar beneden halen eigenlijk. Dat gaat niet. Dus daarom. Snuffel had het zo koud dat ik ergens hier tussen gestoken had. Om op te warmen. Schattig, hè. Zeg nu zelf, schattig beestje, hè. Ja, hè. Echt heel schattig om te zien hoe dat gaat, hè. Dat was goed weer, maar het was niet van, dat was koud. Ja, het was heel koud, hè. Maar niet echt beseft dat er geen eten is voor die kat. Waarschijnlijk. Wacht, hè. Ik heb natuurlijk al potjes, hè, daarvan, hè. Dat bedoel ik niet, hè. Maar... Waar is je bak? Een bak. Normaal heb je altijd een bak. Een bak. Met eten in. En het zit daar te wachten. Maar zak eens op, dat wel. Wacht, ik ga eens kijken, hè. Waar is die bak? Is. Dat is gewoon een hele bak. Je hebt echt zo... Ik zie hem echt niet staan, Gietje. Weet je wel, zo'n groene pak dat je hebt, hè? Zat die daar ergens misschien? Daar zit onze snuffel. Deze. Snuffel. Dat heet. Die moest daar nog een medicamentje krijgen, dus die is weg. Dus dat is geen enkel probleem. Ik zal te kijken, waar is die nu? Ik vind die niet meer terug. Ja, dan is het potje, hè. Ik niet dood van zeker van een potje. Ik heb hier gezet, kies de potjes. Zegt ze van, wat staat dat allemaal en zo. Ik heb hier gezet, dat kan ook al. Ja. Ja. Het is niet gesponsord, het is echt gekocht. Gesponsord. Ik ben nog niet heel vaak gesponsord, dus. Dus, we zitten voor de camera. Zo, dat krijg je zo. Maar we gaan eerst de kom pakken.
import. Import. Dat is haar bord namelijk. Als je dat goed doet, dan gaat het er normaal uit. Zie je? De eerste keer. Zo. Zo. Voilà. En dan hebben we nog de pik. Dan hebben we onze lieve boeboe. Mwa. Ja. Zo, wat gaat er. Dus hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen hoop ik om meer te kunnen filmen. Of ik doe een opdracht. Dus ik laat jullie zeker weten. Maar het is altijd zo moeilijk om van alles te vinden. Om te filmen natuurlijk. Als je zo heel veel... Dan heb ik morgen op de kerstvrouw ook nog eens een keer. Dus dan weer zoeken achter. Maar de vrijdag ga ik naar Gent. Dus ik ga nu afsluiten. En dan zien we elkaar morgen weer terug.